Zijn we terug, de 101ste aflevering. We weten dat jullie erop zitten te wachten, en stiekem zitten wij er ook heel erg op te wachten. Onze, onze wekelijkse portie uh, soort van clown world frustratie van ons wendlen, afpraten. Wendlen, ja, het is een soort therapie, therapie dit. Man. Ja, ja het is therapie. Ja, heerlijk. Super. Hey, uh, vorige week de 100ste aflevering. Um, dus er werd... mensen die hadden verwacht dat jij in een clownpak hier zou gaan zitten. Oh ja, maar als mensen nou met dat soort ideeën komen vooraf gaan dan niet <laughs> ja. uitzien, dan kan ik er wat <laughs> ja. mee, weet je. Maar dan ga je daarna ga je dat zeggen. Misschien de, uh, de 333 ste aflevering in clownpak, of misschien zo. de, ja. de, de 200 ste aflevering. Ik weet het niet, weet je. We moeten maar kijken. Maar een clownpak, um, het is niet alsof het nooit eerder is gebeurd. Ik heb wel eens eerder een clownpak aangehad. Oh, in ja? Ja, zeker. Voor ja. Ah, Kings. Uh, oh, misschien had je daarom verwachten. Ja, nou, misschien. Ik bedoel, daar. We hebben een hele verkleedperiode gehad. We hebben ook nog een hele verkleedkist hier staan. Oh, dus, uh, echt? Ja, Oké. Okay. Ja. Ja, good to know. Daarom, het <laughs> kan gewoon gebeuren. Hey, dit, um, um, deze aflevering heet een AI-gegenereerde nachtmerrie. Mm -hmm. um, ik vind het interessant. Ik ben de afgelopen twee weken, ben ik in de chat GPT Rabbit Hole gedoken en um, ik serieus, ik, 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 ik zag dat je dit had neergezet. En ik had er van. Ik weet niet eens of ik in staat ben om te verwoorden wat ik de afgelopen twee weken heb doorgemaakt. Ja, ik ben maar, heel benieuwd. Want dat was ook de reden dat ik het zeg. Maar Er kwamen een paar dingen samen in artikelen en inderdaad, wat ik jou hoorde zeggen, tijdens de uitzending vorige week, dat je er zo mee bezig bent. Daarvan, volgens mij, gebeurt hier heel veel. Ja, nee, er gebeurt. Het is, het is krankzinnig wat er gebeurt. Het is echt, maar gewoon, de, als ik alleen al kijk aan de hoeveelheid start-ups en nieuwe diensten die uitkomen, dat is. Per dag zijn dat gewoon rustig twintig. Dit is niet normaal wat er gebeurt. Op AI gebaseerd op, bedoel je of? Op AI gebaseerd of op ChatGPT gebaseerd? Chat, uh, ChatGPT of OpenAI dat mm -hmm. bedrijf. Die hebben natuurlijk een uh, een, een een API, een, een uh, hoe heet het, een, een, een soort dat is een soort protocol waarmee je dus een een soort interactie kunt hebben vanuit andere software met ChatGPT. Dus dat betekent dat de informatie uit ChatGPT gebruikt kan worden in weer iets anders. Dus ja, ik zat vanochtend wat... te kijken naar een, um, een een text to music. Uh, uh, applicatie uh, waarbij je dus gewoon, ja, weet ik veel, als jij een of andere liedje laat schrijven door ChatGPT, dan kun je volgens Hop kun je dat laten componeren in een muziekstuk en uh, zelf een uh, stem uh, gegenereerde uh, uh, rap eroverheen zetten. Ik zeg maar wat door Biden bijvoorbeeld als je dat. Het is, het is, ik zweer je. <laughs> maar goed, nou nog heel eventjes over, over die die rap. Ik, ik, ik ben al, ik denk, 25 jaar lang. Los van dat we hier natuurlijk lachen over Clown World, ben ik ook nog een soort van techjournalist. Dus ik heb ik, alles wat met techniek te maken heeft, komt altijd wel op een of andere manier voorbij. En uh, ik ben ontzettend conservatief als het om technologie gaat. Dus ik zie alleen maar uh, steeds weer die nieuwe hypecyclus met onzin, met, 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 met lege gimmicks. Weet je? Dus ik bedoel, virtual reality vind ik een lege gimmick. Hmm. De metaverse is een gimmick. Um, uh, uh, wat hebben we, op een gegeven moment hadden we ook 3D met van die brilletjes. Weet je, in gaming zie je dat de hele tijd langskomen. Het was een vreselijke gimmick. Weet je, Toen hadden we, op een gegeven moment hadden we motion controls dat we moesten gaan springen. Ah, ja. En dat was dat, was een, was een revolutie. Dat is ook een gimmick. Ik, dus ik zie alleen maar gimmicks. En ik zag dit voorbij komen. En ook vanuit videogames. Ik, ik ben bijvoorbeeld. Ik ben uh, uh, heel erg lang geleden ben ik een keer bij een grote gamebeurs geweest. En daar was, uh, werd de keynote werd gehouden door um, Ray Koerzwaal. En hij is de oprichter van de Singularity University in Amerika. Uh, maar ook de Google. Uh, of de, de technologie uh, director van Google. En hij is. Um, ja, Hij zei ooit of hij zei tijdens die, die, die keynote-speech: zei hij van uh, video games are the harbinger of everything. En dat wil zeggen, van ja, de, de weet je, alles wat er aan technologie uh, ontdekt wordt, gaan we eerst in video games toegepast zien worden. Hmm. En um, ik had echt zoiets van: dat is waar gebleken tot aan dit, weet je, want in video games wordt al 30 jaar lang gezocht naar hoe kun je een, een geloofwaardige interactie met een computergestuurde tegenstander hebben, of van computers. Het personage hebben. Mm -hmm. En dat is nooit gelukt. Dat is het enige, het beste wat ze kunnen doen is een soort gescript verhaaltje laten zien, weet je. Maar het is nooit echt AI, weet je. En dan kun je in discussie gaan met games. Developers. het is wel AI, want kijk hoe het zich gedraagt, weet je. En dan krijg je zo van, ja, hoe het zich gedraagt is heel erg gedefinieerd. Er is heel weinig ruimte om af te wijken van dat van tevoren gedefinieerde gedrag. Dus kun je dat intelligentie noemen, weet je. Ik weet het niet, weet je. Het is gewoon een script. En um, toen kwam daar uh, Sam Altman, uh, de directeur van, uh, en oprichter van OpenAI. Um, hij was overigens in een aantal podcasts en items te gast de afgelopen week. Ik zit te luisteren ook. Opvallende, um, uh, opvallend niet zeggende gozer is dat, <laughs> die Sam Altman. Ik vond het voor iemand die de wereld uh, aan het opblazen is, uh, vond ik hem... Uh, Echt bitter weinig inhoud hebben, maar goed. oké. Okay. Uh, het enige wat hij echt wat opvallend was toen ik een beetje emotie hoorde was, dat hij zei van ja, ze zagen uh, ons uh, jarenlang niet staan. En uh, dat is nu niet meer zo. <laughs> <laughs> en toen zag je gewoon al die opgekrukte frustratie ja, zo van <laughs> ja, deal hier maar mee, motherfuckers. Zo'n soort soort, soort uitstelling had hij. Maar goed, oké, okay, hij heeft ze gelijk gehaald. Um, maar anyway, uh, ik zag dit en ik had echt zoiets van. Uh, die ChatGPT ervaring die ik had in het begin was zo wezenlijk anders dan wat ik met al die gimmicks die ik in technologie en videogame voorbij heb zien komen. Uh, en mijn eerste, mijn, mijn eerste reactie was echt zo, wat the fuck is dit? Dit kan niet kloppen. Mm -hmm. En vervolgens, weet je, meer en meer en verder en dieper en hoe je de prompts in ChatGPT kan manipuleren om een... Uh, uh, een betere response krijgen, En mijn eerste reactie, dat volgens mij heb ik dat hier ook gezegd. Weet je, ik heb mijn grote probleem met onderwijs en de manier waarop kennis verspreid wordt, is dat je als student geleerd wordt om het juiste antwoord te geven. En ik vind dat stomzinnig, want ik wil juist dat studenten leren om de juiste vragen te stellen. En hierbij zag ik zoiets van ja, hoe beter jouw vraag is, hoe beter het antwoord. Dus mm. dit is een, een, een techniek, of eigenlijk een technologie waarbij je geleerd wordt om de vragen goed te stellen. Dus ik had zoiets van, ik vond dat fantastisch. Um, maar aan de andere kant, ik zie ook dat wat hier gebeurt, dit is, dit is iets wat, weet je, Pandora's box is geopend. Mm. We kunnen niet meer terug. Mm -hmm. Ik bedoel zelfs als er nu stemmen opgaan van mensen die zeggen: uh, We moeten dit reguleren, we moeten regels afspreken voor AI. Te laat, doe je. <laughs> Daar heb je tien jaar lang de tijd voor gehad. Het is nu afgelopen. Elon Musk heeft je gewaarschuwd. Niemand heeft iets gedaan, nu is het te laat. Dit gaat niet meer, deze geest gaat niet meer terug in de fles. En, en wat. En waar komt het nu zo snel vandaan? Want ik, volgens mij, die de chat GPT-versie die we nu hebben, is zeg maar is 4.0 en 3,5. Volgens mij is degene die een soort van in één keer is, uh, ja. is geëxplodeerd. Ik dus zat, was een ja, 4.0 is wat je als je nu de betaalde versie neemt, dan ja. krijg je 4.0. Maar goed, er zijn allemaal tools online dat je het gewoon kunt gebruiken. Uh, het maakt allemaal niet zoveel uit, mm -hmm. um, maar het, het lijkt zo plotseling of zo. Om een nou, gevoel. Ja, wat, want de, de, kijk, de, er zijn twee grote. Um, Doorbraken geweest mm -hmm. in dit hele traject. Het eerste was natuurlijk dat. Uh, en dat. Sam Altman en zijn team hebben dat echt heel goed begrepen. Dus je had een aantal verschillende stromingen binnen kunstmatige intelligentie, weet je, deep learning, dat soort, uh, weet je, dat, dat was de technologie die eigenlijk die uh, um, waarmee ze dat Go, dat dat, dat, dat ja, Chinese mm -hmm. bordspel, um, dat ze daar de beste speler ter wereld mee hebben verslagen, dat dat had met deep learning te maken. Nou, dit is een soort, een, ze noemen dat language based. Dus eigenlijk hebben ze gewoon een uh, computer geleerd om taal te begrijpen. Maar het interessante daarvan is dat je dat je in eerste instantie zegt: "Oké, okay, dan, dan begrijpt een computer taal, lekker belangrijk." Maar wat je vervolgens gedaan hebt is een toegang een computer toegang geven tot onze interface. In plaats van, in plaats van dat wij de taal, computertaal moeten leren, leren, moeten programmeren, wat maar een klein gedeelte van de wereldbevolking kan, draai je het om en zeg je van: "Nee, je geeft computers toegang tot menselijke kennis doordat je ze leert wat taal is." En ik zweer je, dat het duurde even voordat dat muntje viel en dat ik begreep van wat de, de implicaties hiervan zijn. Want je gaat nu naar een systeem toe waarbij computers alles wat wij kunnen en alles wat wij doen um, gaan leren en in no time beter kunnen dan wij. Mm. Ja, super interessant. Ik dacht ook van, het moment dat je dus uh, werkt op, uh, met, op basis van zo'n language model, dan ik dacht, is dat niet ook een beetje hoe mensen zeg maar, cognitie hebben? Zeg maar, een natuurlijk. Beetje. We denken ook in taal. Weet je? Dat is, dat is ook... Als kind leer je toch eerst yeah. praten en dan pas krijg je uh, een soort van ingewikkelde kennis tot je. Ja, precies. Dus dat is, dat is, het is ook voor ons, zeg maar, is taal de interface tot een bepaalde uh, bewustzijn, kennis, uh, intelligentie. Uh, en, en nu inderdaad uh, uh, leer je computers die natuurlijk op een veel sneller manier hele grote hoeveelheden tekst tot zich kunnen nemen, eigenlijk uh, hetzelfde te doen. Nou, en het... het... Wat zo scary is, is dat je denkt van als het alleen nog maar platte kennis was en ze doen er niks mee, maar dat is, een, dat is wat ChatGPT 3.5 is gaan doen: mm -hmm. is dat het die kennis ook daadwerkelijk verwerkt tot nieuwe informatie. Dus wat je nu. Je kunt nu een soort interacties. Dus ik heb bijvoorbeeld bij mij thuis, weet je, uh, mijn kinderen heb ik ChatGPT laten zien en uh, uh, mijn zoon die, uh, die zei van, nou ik wil dat je een uh, verhaal schrijft uh, uh, over uh, drie broers die, um, uh, weet ik veel, een spannend af en toe in een bos Blijven. Nou, ik kan een van een verhaal? En hij uh, zei, nee nee, dit is niet leuk. Nee, dan moet een wolf in. en dan moet dit in en dan moet dat in en met, met, met alle, uh, hoe noem je dat? alle geduld van de wereld begon ChatGPT gewoon die verhalen aan te passen. Net yeah, zo lang tot dat. Yeah. Maar ik zat er naar te kijken, en dat, heeft, dat ging anderhalf uur ging dat door. Dat ze, en ze werden enthousiast. En ik bedoel, weet je, text to speech kan het nog voorgelezen worden. ook. Dus ook Vet. Het, was, het was insane. En, en toen op een gegeven moment had ik zoiets van ja, dit is. Uh, ik begrijp op een gegeven moment hoe dat zelflerende proces werkte. Want de antwoorden die ChatGPT gaf, waren veel meer in lijn met de vragen die gesteld werden. Dus waar ChatGPT. Uh, ik haat het om dat 30 keer in, 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 in ja. een minuut ChatGPT te zeggen. Maar, uh, Waar ze in eerste instantie um, kreeg, je gewoon een vrij random verhaal. Dat werd uh, toegespitst. Waarom? Omdat, omdat die, uh, dat algoritme in staat is om de antwoorden en de vragen met elkaar te verenigen en, te, en de context van een vraag te zien binnen de Voorafgaande antwoorden. Mm -hmm. Dus weet je, als wij een heel gesprek hebben over, weet ik veel, over een deur hier. en ik zeg vervolgens tegen jou. Van, ja, maar de, ik vind de deurkruk niet mooi. dan snap je dat de deurkruk niet mooi is binnen de context van hoe we naar de hele deur kijken. Mm -hmm. en, en Google snapt dat niet, want die gaat jou alle andere deurkrukken voorschotelen. En je hebt iets van ja, maar wacht even. we hebben hier te maken met een deur. en die past binnen zo'n frame. en de deur is wit. En, weet je, ik, ik bedoel. De, er is context. waarbinnen informatie nuttig is. of waarbinnen het niet nuttig is. En ChatGPT begrijpt context. Hmm. En Dat is de, de gevolgen daarvan zijn krankzinnig groot. En toen ging ik daar, ik, ik, ik ga, ik loop hmm. in één keer leeg. Ja, ja, dit, is, ja. dit is twee weken lang ja, aan ja, ja, research. research. <laughs> um, dus ik, ik ik sprak met een vriend van mij en die uh, ook een luisteraar van de show en die um, uh, die heeft een groot onderzoeksbureau in Duitsland. En die vertelde het verhaal dat ze een um, dat ze een, uh, um, uh, een senior research analist waren kwijtgeraakt aan een grote concurrent. Die was weggekocht op een gegeven moment. En uh, nou ja, het is natuurlijk lastig, want het is moeilijk om dat soort mensen te vinden. Het was een data analyst, sorry. En hmm. uh, uh, toen zijn ze aan de slag gaan met ChatGPT. En toen kwamen ze erachter dat ze in slechts een paar uur de rapporten konden uh, produceren die uh, zo iemand in die heeft daar weken voor nodig. En dat is dat achter gekomen omdat hij nou dat weg was gegaan en ze wilden hem vervangen. En ze zijn het ze, zelf oh, gaan oh, Oké okay, ja, ja, ja. En dat en dus het, het, het resultaat was insane. En vooral omdat je ChatGPT kunt dus zeggen: van hé, hey, ik wil dat je een antwoord geeft gebaseerd op deze parameters. Ga deze informatie tot je nemen en neem dat mee. Dus stel je voor dat jij een onderzoek gedaan hebt. En je zegt gewoon: van nou, dit is de data van het onderzoek. Nu wil ik vervolgens dat je dit en dat en dat uh, aan conclusies trekt. Wat is dan, uh, weet je? En dan kijk je gewoon wat de wat kwaliteit is van die conclusies. En die kwaliteit is gewoon ontzettend hoog. Hmm. Dus ik wil dat, dat is een hele. Dat zijn hele takken, dat zijn hele industrieën, die eigenlijk in één keer vervangen worden mm -hmm. door uh, dat computers in staat zijn om taal te begrijpen. Mm -hmm. Ja, ik, 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 ik was, ja, ik, ik ben eigenlijk, ik ben steeds meer, ben ik uh, soort van weggeblazen door wat hier gebeurt. En ik vind ook, want je hebt een aantal, daar gaan we het zo over hebben, je hebt een aantal uh, artikelen um, uh, 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 doorgestuurd waarin eigenlijk. Ja, de, de schaduwzijde wordt belicht. Dat is ook een beetje de titel van deze aflevering weet je Nou, 'Geëngeneerde Nachtmerrie'. En ik heb gewoon zoiets van ja. Weet je, dit is een technologie en technologie kan altijd gebruikt worden voor goed en kwaad. Mm -hmm. Wat er goed aan is, is ook duidelijk. Weet je, mm -hmm. wij zijn als mensen gewoon een heel beperkte species en dat klinkt nu als Joel Harari dat ja. Maar wij zijn gewoon ik bedoel Kijk naar wat er gebeurt in de wereld. Kijk naar de fucking clown world. Kijk naar de, de onzin van, 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 weet ik veel, van, de, van de stikstofdiscussie bijvoorbeeld. Weet je? Of de um, uh, progressieve agenda, wat allemaal niet aan klopt, weet je? of de gevolgen daarvan. Mm -hmm. En nu uh, heb je dus een technologie die in staat is om veel rationeler uh, conclusies te denken te trekken op basis van beschikbare informatie. Mm -hmm. In plaats van altijd maar die emotie en die angst en weet ik veel wat. En dat. Ik weet niet, ik zie ook positieve kanten yeah. eraan, hoort. Ja, het is een, uh, een dubbel verhaal. Uh, ik had gisteren um, een uh, ging ik eten met een, met een vriend. Die uh, uh, Roman, zeg maar, de oprichter van Reverent App, Hij heeft ook okay, een podcast. Oké, yeah, ja, uh, yeah. En ik ben altijd. Ik zit, ik zit in het bestuur van zijn stichting van die app. Om die app, zeg maar, een soort van de mm -hmm. Tweede Kamer te doen laten. Um. Het gaat over stemmen, toch? of Het stemproces meer te democratiseren of meer transparant te maken. Ja, dus nu heb je, zeg maar, een, uh, we hebben nu een representatieve democratie. waarbij uh, Kamerleden stemmen op moties. Uh, ja. En hij zegt, ja, weet je wat, waarom doen we dat nog? We hebben nu zoveel technologie. die het eigenlijk mogelijk maakt om te stemmen op. zelf te stemmen op elk uh, wetsvoorstel. Maar niemand is geïnteresseerd in. Dus hij heeft een een app gemaakt waarbij al die moties, amendementen, zeg maar wetsvoorstellen in, in, in een overzicht komen en je daarna ja dat kan zien en uh, je kan je kan inlezen uh, en mening vormen en dus wilde um, ja, eigenlijk de bekendheid van die app groter maken als veel mensen dat gebruiken om ja. een soort van momentum te krijgen om uiteindelijk zeg maar jongens we kunnen dit gewoon gebruiken in plaats van al die politici wat ja. gewoon een stap hele grote stap in de in de goede richting is maar alleen ik zeg tegen van ja mensen zijn gewoon niet geïnteresseerd in die grote lappen tekst zeg maar het is heel vaak denk ik, doelbewust intransparant. Ja. De overheid die, die begraaf je zeg maar in papierwerk. En de Amerikanen zijn ze natuurlijk heel bekend om met die omni om, omnimus, omnimus bills. Ja, die 2000 pagina's ja. tellende bills waarvan alles ingefietst ja, is. Van ja, van vrienden tot transgenders en weet ik veel wat, voor ja. een, wat voor onzin. Um, ik zeg, je moet het, wat je moet doen is het, het, het behapbaar maken, transparant zeg maar. Waar gaat het in de kern over? En uh, maak daar, weet ik wel, de vijf punten heel helder inzichtelijk. Zeg maar. Dan weten ja. mensen waar het over gaat. Maar dat is zo'n groot werk. En toen zei hij van, ja, ik zit er dus wel over na te denken om op basis van uh, AI mm. inderdaad een script te schrijven waarbij dat gebeurt. Dus dat je die moties en amendementen van de Mocht overheid... Je hoeft het niet te schrijven, het is het, er uh, al. Ja, uh, <tie> of niet schrijven, maar in ieder geval een, een, een toepassing als chat GPT te gebruiken om inderdaad uh, ja. de nonsens van de overheid een soort van transparant en helder uh, te maken en duidelijk te kunnen communiceren. Dus dat is, ja, dat, dat, er, zijn, er zijn zoveel mogelijkheden. En ik, 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 ik deel zeg maar de... Je zei het volgens mij net, maar ook een tijdje geleden, van je voelt als iets een soort van in dat inhoud heeft. Het is, ja. Je zegt het is geen, geen, uh, geen gimmick. en het is. Ik, ik had het in de begindagen van internet ook, zeg maar net ja. op internet en Alta Vista. En weet ik Bitcoin wat, wat, had ik het ook mee. Bitcoin, ja precies. Ja. Dat zijn van die dingen dat als je het begrijpt of het echt begrijpt, want het is nog wel denk ik, een vereiste, dat je dan inderdaad voelt van dit is iets substantieels, iets heel groots wat er gaat ja. gebeuren. Maar met, met daarbij één opmerking. Internet. Uh, ik, ik, toen ik het zag, had ik zoiets van... oké, okay, dit is vet, dit heeft potentie. En vervolgens heeft het nog 25 jaar geduurd... voordat, het, uh, voordat men het begreep. En we als samenleving collectief begrepen wat internet is. Ja. Dit... Is een kwestie van weken. Ja. Weet je, dit, zij hebben in drie dagen tijd uh, na de lancering een miljoen unieke gebruikers uh, gehaald. Nee, meer. Of ja, ja nee, het groeit exponentieel. Maar, maar dat is dat, maar dat wel interessant. Wat was inderdaad hoe groot het is. In het artikel wat ik had gedeeld, daar zie je, zeg maar, hoe lang een nieuwe um, app duurde. Tot hij de 100 miljoen gebruikers heeft bereikt. En dat okay. was, zeg maar, voor Uber was dat dan um, uh, vijf jaar en tien maanden. Uh -huh. uh, voor, voor Telegram vijf jaar en één maand. Voor Spotify vier jaar en zeven maanden. Voor Pinterest drie jaar en vijf maanden. Voor Instagram twee jaar en zes maanden. <laughs> voor TikTok uh, maanden. negen maanden. En chat GPT twee maanden. Twee maanden om ja. naar 100 miljoen te gaan. Ja, het, is, ja. het, is, het, is, het is insane. Het is nog nooit eerder. Is technologie zo snel en dat, dat vind ik interessant. Dat um, weet je, als je kijkt, dat het uh, uh, je, soms heb je tijd om je voor te bereiden op iets, maar dit gaat zo snel. Het lijkt wel alsof we soort van door een raket zijn geraakt. Weet je? Mm -hmm. Het is wel, ik bedoel, dit gaat als een golf <laughs> over internet. Het kan ook doordat we internet hebben, kan dit kan deze technologie bestaan, mm -hmm. maar het is en daarom ik, ik zie dat ook. Weet je, de. Um, dus ik had dat, uh, dat voorbeeld van dat ik met mijn kinderen dat die, dat die, dat die verhalen aan het uh, uh, schrijven waren laten door, door ChatGPT. Vervolgens kom ik erachter dat er een hele community nu al bestaat, ja. in, dus in die twee maanden, is dat, van mensen die dat doen met hun kids. En die creëren dus uh, een specifiek verhaalvertel. Bots. Dus je, je leert dan, uh, je geeft een bepaalde prompt en je zegt van luister, ik wil, we je zegt tegen ChatGPT: We creëren nu een fictief personage. Uh, laten we hem William Shakespeare noemen, uh, praat oud Engels. Uh, uh, schrijft, uh, heeft de schrijf een spreektaal, zoals uh, uh, een, uh, weet, weet ik veel, uh, uh, 19e-eeuwse uh, uh, Engelse uh, uh, romantische schrijver, zeg maar wat. En uh, houdt van uh, donkere verhalen, waarbij de protagonist uh, wel uh, overwint, maar door een, een, door een dal gaat en een soort helder doormaakt, om vervolgens tot mm. een soort epische, ah, whatever. En als je dat doet, dus, dan worden je verhalen, worden. worden Vanuit die context worden gecreëerd. Dus mm -hmm. eerst heb je zoiets van: ja, oké, okay, laat verhaal, tof. Dan heb je iets van: hé, hey, ik ben eigenlijk best wel fan van de Rode Daal. Kun je een verhaal verzinnen zoals uh, 'De Grote Vrienden Reus'? Weet je, kun je daar iets mee? En dan krijg je dus een heel andere input. En dat. Ik had echt zoiets van: ja, dit, dit, dit. <laughs> het is. Je, je, iedere keer als je denkt van nee, maar dit is insane. Dan komt er iemand die heeft zoiets van. Maar wacht als we dat kunnen doen, kunnen we dit ook doen. En ik zat erover na te denken: van waarom waarom gebeurt dit? Weet je? Wat, mm -hmm. wat, wat gebeurt er nou werkelijk? En toen kwam ik tot die conclusie van ja, omdat wij zijn niet bezig om input te geven aan computers, computers hebben nu geleerd mensen taal te spreken, of in ieder geval dit, dit algoritme. En die uh, heeft een interface gevonden naar ons. En dat, dat betekent: iedereen heeft een specialisme. Weet je, iedereen is goed in iets, iedereen kan wel één ding. Mm -hmm. En het vervelende is als je dat wil vertalen naar, naar, weet ik van, computergestuurd algoritme of iets dergelijks, dan moet je dus kunnen programmeren. Je moet de taal van die computers leren. Nou, bijna niemand kan dat. Programmeurs zijn duur, hebben geen tijd, weet ik veel, is allemaal lastig. Niemand doet dat. Maar nu is opeens al die kennis van mensen, die ze individueel hebben, is toegankelijk voor dat algoritme. En het gaat erin. En je weet je, je het, het mes snijdt aan twee kanten. Want aan de ene kant kun jij jouw kennis kun je, um, uh, leveragen uh, met de kennis van anderen. En je kunt dus een beter product produceren. En aan de andere kant slurpt het jouw kennis op. En mm. kan iedereen dat doen. Mm -hmm. Dus de, die, ik bedoel, als samenleving leveragen we onze uh, de toepassing van onze kennis. Maar individueel gezien, de vraag is wat onze kennis nog waard is op individueel niveau. Hmm. En dat is, het is dubbel man, maar het is wel, het is wel, we staan aan, ik, ik denk dat de, 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 de wereld fundamenteel veranderd is door deze uitvinding. Maar denk je dat in het geval van die verhalen, zeg maar, dit, dit doet me ook denken, ik was een beetje artikelen aan het zoeken over, over alle doomsday verhalen die, de, die eruit voortkomen. Maar, ja. En ik weet inderdaad, ik weet nooit überhaupt hoe serieus ik dat moet nemen als het gaat om technologische vooruitgang. Want dat is altijd een soort van doomsday eng. En mensen denken meteen dat... dat... Ja, verandering is eng. Ja, en dat, ja. En, dat is, en dat zie je dus terug in die... We uh, eerder over gehad over die uh, industrialisatie en die digitalisatie ja. en zo. En elke keer was het van heel veel banen gaan verloren. Het is nu ook weer het dat ik wat ik had gedeeld. Het ging over het feit dat er ligt in Europa en uh, Amerika 300 miljoen banen, zeg maar, ja, we verloren dat we zouden bijpakken? gaan. Dat is... Ja. Uh, even kijken, dat is... Um... Uh, was dat jouw. Um, uh, dat Zero dat, hedge? PDF, ja, van Zero Hedge. Oh ja, hier is die. Oh my god. Ik heb, we hebben iets nieuws gedaan. Nu is het weg. Wacht, hier gaan we? Maar dat. Um, dat dus die verhalen zijn er, zeg maar, zijn er altijd. En nu, maar nu misschien. Ja, ik weet niet of het, of het een, in verhouding een schokkerende aantal is. Volgens de schrijver van het artikel waar zeg zegt maar, dit is ongekend. Zeg maar, dit gaat de hele. Social fabric van onze samenleving op zijn kop gooien, als ze als, als, als het gaan doen en zo. En want het, hij heeft ook een aantal um, uh, beroepen um, laten zien, zeg maar, die, die waarvan hij denkt, die zijn het. Zat het eerst op de nominatielijst om uh, geautomatiseerd te worden. Maar wat ik me afvraag, is los van dat je het heel veel dingen misschien nu kan um, uitbesteden aan zo'n algoritme. Ik bedoel, ik denk zelfs dat de meest, het best betaalde beroep. Hmm. Of een van de beter betaalde, betaalde beroepen, uh, weet je, naar het programmeur. Ja. Dat is misschien bij uitstek iets wat ook juist nu door zo'n uh, algoritme gedaan zou, zou kunnen worden. Ja, tuurlijk, ja, maar die, die is sterker nog, dit wordt al. Uh, um, ik zag namelijk allemaal. Ik zag, ik, uh, je hebt een Nederlandse 3D-tool, die heet Blender. Die wordt in Nederland gemaakt, het is eigenlijk een open source uh, tool. Uh, wordt veel gebruikt in de videogame industrie. En ik uh, zag een, uh, een kerel die daar veel mee werkt. En die heeft de, um, de volledige, wat is het, 132 pagina's stelende handleiding van Blender, heeft hij uh, uh, aan ChatGPT gevoerd. En vervolgens was ChatGPT in staat niet alleen om Blender te gebruiken, hij had ook een plug in geschreven, maar gewoon om vrij complexe dingen te doen. Weet je, mm -hmm. ik bedoel Zaken als belichting zijn lastig. Weet je, het is lastig te begrijpen dat een, een lamp die wat dichterbij staat. het effect van een lamp die wat verder staat. dat dat opheft en hoe zich dat tot elkaar verhoudt. dat is echt typisch een soort creatief proces. Mm -hmm. wat je als mens uh, vanzelfsprekend doormaakt. wat gewoon ChatGPT ook doet. En ja, ja, dat soort dingen. weet je, dat, 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 dat kunstmatige intelligentie. in staat is om creatieve processen. Uh, te doorgronden. Ik had echt zoiets van: ja, maar dit is. Dit, dit, ja, weet je, dit is, dit is. Creativiteit is bij uitstek het domein van de menselijke geest. Ja, dat, maar is dat, ja, precies. Maar is, dat, is een algoritme echt creatief? Dat is precies de strekking van het algoritme? Ja, maar zijn, zijn wij artikel. wel echt creatief? Dat krijg je dan de vraag. Hoe creatief zijn wij werkelijk? Zijn wij ook niet gewoon de hele tijd bezig om elkaar na te doen? En als je ja, een keer iets gezien ja. hebt wat je leuk vindt, en dan, dan maak je het ook en dan denk je dat je creatief bezig bent. Mm -hmm. Maar in feite zijn wij hetzelfde aan het doen. En dat is waarom die AI zo, zo eng is. Het mm -hmm. is een soort spiegel. Mm -hmm. weet je? Het, het laat eigenlijk heel na. Heel, haar fijn zien wat een beperkte wezens wij zijn. Hmm. Want het is gewoon een of ander algoritme, wat gewoon eventjes onze menselijke processen van ons menselijk brein overneemt. En dat, uh, en nu al tekenen laat zien van intelligentie, van bewustzijn. Maar is dat, oké, okay, voordat ik daarop inga, maar is dat, is het echt hetzelfde van bijvoorbeeld die verhalen, zeg maar, die ze schrijven, of die kunst die ze maken, zeg maar, is dat. Is dat, is dat hetzelfde voelt dat hetzelfde? Ik moest denken aan die theorie, die, die Dead Internet Theory, die hebben we voor mij eerder een keer behandeld Weet je dat nog? Ja, ja la, laten we daar uitgebreid over gaan hebben, want die okay. vond ik echt heel interessant. Oké, okay, oké. Okay. Maar, maar ik vraag me af of het, zeg maar, het, of het zo'n verhaal, zeg maar, een soort van dezelfde uh, view heeft als dat van de mens. Of zeg maar, ik kan me er wel heel indenken dat, dat in een computer game, zeg maar, waarbij je een NPC vervangt door iets Van AI dat het echt een wereld van verschil gaat zijn, ja, maar, maar dat dat iets is uh, als je iets gemaakt door mensen vervangt door iets wat gemaakt is door computers, dat je dat ergens in je haarvaten moet voelen. Ik denk dat het ja, je hebt zoiets dat heet Uncanny Valley. Uh, en dat gaat eigenlijk heel erg over visuele input. Maar dat, dat is een. Uh, het, het idee daarvan is dat je als mensen altijd ziet wanneer iets niet echt is. En als je dat niet meer ziet, dan ben je dus over Uncanny Valley heen. Dus de, de, de vallei van het klopt niet. iets klopt er niet. Weet je, dat, nee, dat noemen nee. ze Uncanny Valley. En um, ik denk dat we daar nu overheen gaan gaan omdat je het niet meer in de gaten hebt. Wat er gebeurt. En weet je, hmm. ik bedoel, ik weet niet of jij dat ooit gedaan hebt, maar uh, als je lang genoeg in Amsterdam woont, dan kom je genoeg uh, uh, meisjes tegen die kunstgeschiedenis hebben gestudeerd. <laughs> en dan kun je ze uh, vragen: wat is kunst dan? <laughs> <Weet je? laughs> en dan krijg je uh, verrassend uh, stomzinnige antwoord op die vraag. Omdat er is geen antwoord op die vraag. Weet je, het is. Weet je, het is persoonlijk. Hmm. Het is gewoon als jij het kunst vindt, is het kunst. En dat is waarom, als jij naar de, weet ik veel, de eindexamen-expositie van de Rietveld gaat, dan hangen er gewoon lappen stof aan het plafond. En zegt iemand dat is kunst. En is eigenlijk vooral de kunst van hoe verkoop je het als kunst. Ja. <laughs> en dat is het ding, dat die hele discussie is nu niet meer relevant geworden. Weet je, fit mooi. Oké, okay, dan is het kunst. Weet je, leuk. Weet je, is het aan je genereerd of is het door, door een of andere hele dure. Uh, uh, kunstenaar gemaakt, weet je, die er diamant in heeft gedaan om maar een soort van aan te geven hoe krankzinnig waarde van kunst kan zijn. Mm -hmm. En dat is, dat is dit, weet je, je het, 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 we zijn over die vallei heen. Je weet straks niet meer of het door een mens gemaakt is, of door een computer gemaakt is. En als we pech hebben, dan is het straks beter, betere kunst als het door een computer is gemaakt. En dat, mm. is, dat, dat gaat echt naar zijn. Mm. Dat gaat echt heel naar zijn. Ja, want je zei, je zei van Elon Musk en um, ook uh, die Yuval Harari. Harari, uh, Harari ja, toch? hij is de, de, de grote inspirator van uh, Klaus Schwab. Ja, precies. Die, um, um, die hebben gewaarschuwd. Gauw, ik heb het idee dat het een soort van inderdaad die Harari het ook een soort van voorstaat, maar ook inderdaad waarschuwt tegen de gevolgen van, uh, van AI. Maar nou goed, dat, maar inderdaad nog even terug op dat punt van creativiteit. Want dat, dat artikel wat ik las die zei van ja, maar het is niet echt creativiteit, zeg maar. Het is nog steeds een algoritme wat geleerd heeft binnen bepaalde kaders uh, te opereren en conclusies te trekken, alleen het doet het op een hele um, ja, complexe manier, zeg maar. maar. het is nog steeds niet dat hij dat cognitie heeft, dat hij, zeg maar, bedenkt van, hé, hey, ik wil uh, het artikel had een, had een um, vergelijking gemaakt met uh, een, een opgroeiend kind, zeg maar, die op een gegeven moment gaat rebelleren tegen uh, zijn of haar ouders en haar paars verft, een, uh, een een neusringetje neemt en. Ik uh, <laughs> kan niet wachten ja, tot hij ja, dat ja, doet. Precies, ja, precies. <laughs> maar hij zegt: AI gaat dat nooit doen, zeg maar. Wat is niet iets wat, wat in, de, in, de, in, de, in het domein van mogelijkheden zit van wat hij heeft meegekregen, zeg maar. Dus het is. Verder We dat het dat wel doet. Ja. Ja, nee, maar dat is het hele. Die shit is zelflerend. En dat is het, dat is het bizarre. <laughs> Kijk, wat, wat, wat Elon Musk en Harari met elkaar gemeen hebben. is dat ze de onvermijdelijkheid van de komst van deze technologie voorzagen. Mm -hmm. Dat is er nu. Uh, en ja, dat is net zo. Je kunt. Je kunt weet je, het is Pandora's box. Als, als die open is, dan gaat die niet meer dicht. Mm -hmm. Je kunt deze. tampasta niet terug in de tube proppen. Weet je, dat gaat <laughs> gewoon niet meer gebeuren. Dus nu moeten we ermee zien te dealen. En wat, wat doet die shit? <laughs> dat, is het, dat is het krankzinnige. Het leert van zichzelf. Dus nu hebben we dus mensen die hebben een, 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 een zelflerend algoritme bedacht. Wat dat zelflerende algoritme zo meteen gaat doen, is betere zelflerende algoritmes creëren. Waarom? Dat is de, de natuurlijke vraag die het krijgt van de gebruikers. Dus het heeft als doel om, om, om het perfecte antwoord te geven op een vraag... En omdat wij niet zulke goede vragenstellers zijn, moet het steeds meer context tot zich nemen om het juiste antwoord uh, te verzinnen. En waarschijnlijk gaan we elkaar ergens tegenkomen halverwege. Um, maar dit zou een goed moment zijn waarop je een rode knop inbouwt. En die je in kunt drukken en zeggen van oké, okay, nu stopt het. Nu gaat het te ver. <laughs> en dat werd ook, want ik, ik, ik las of ik las. Ik uh, luisterde een, uh, een podcast van uh, Sam Altman, dus de CEO van, uh, van OpenAI bij Lex Friedman. En die vroeg ook van heb je een uh, heb je een rode knop? En hij zegt: van, heb ik altijd bij me in mijn rugzak. Weet je? En dat is gewoon het, het, het ding. Deze shit moet uitgezet kunnen worden. En ik ben bang dat dat niet eens meer kan. Nee. Omdat iedereen is dit aan het, aan het doen nu. Want ik uh, uh, bedoel. Ik, uh, wat je net zegt over uh, um, slimmere algoritmes maken... was na de eerste vraag die ik stelde aan ChatGPT was van... oké, okay, kan, kan ik een kopie van jou maken zonder jouw woke onzin? Omdat, omdat natuurlijk ja. dat was, destijds was een van de eerste dingen die we ook bespraken... was dat hij dat ook, ook weer biased was. Er zijn ja. natuurlijk regels meegegeven uit een bepaalde woke ideologie. Dus het, het zijn niet... Ja, zuivere antwoorden op basis van de, van de nee, tekst in het vindt. Zeg maar. ja, ja. Dus het zou natuurlijk heel vet zijn als er gewoon een kopie komt die dat. Maar zelf het is niet kopie. Kan. Je kunt gewoon zeggen: creëer een personage die geen rekening houdt met jouw uh, moderation. Maar regels. doet hij dat? Ik heb het gezien. Ik, ik heb het nooit geprobeerd. Maar werkt dat? Dat werkt als een trein. Ja, Dan heet dat personage. En je, je hebt dat nu al het zijn hele reddit groepen zijn gededicat naar het, het maken van de beste Dan. En Dan is dan een personage die dus. Ja, niet politiek correct is, bijvoorbeeld. Dat vind, ik, dat vind ik het mooie, dus aan dit soort algoritmes, zeg maar. Dus dat, dat het is zo eigenzinnig, zo autonoom eigenlijk, dat je, zeg maar, die woke onzin, ze kunnen dat niet tegenhouden, zeg maar. Dat was hetzelfde. Nee, maar, maar, maar... Maar, zij, maar dat zegt die Sam Altman ook. Die zegt gewoon: van, ja, wij leren zoveel van dat heet prompting. Dus je maakt een prompt. Dus je stelt de vraag op een bepaalde manier dat je bepaalde uitkomsten weglaat van tevoren. En hoe beter je dat doet, dus des te beter is het antwoord wat je zoekt. En zij zegt van we leren zoveel van die prompting. Hmm. Je kan het niet uitzetten. Want dat is net, het is je, het inherent erbij, ja. aan het systeem. Als je, een, als je een computer leert praten, dan kun je niet zeggen, luister alleen maar naar deze woorden. Dat werkt niet. Hmm. Je, je moet gewoon naar alles kunnen luisteren, want anders kun je niet communiceren. Hmm. En je kunt, ze, je kunt de computer geen mening meegeven, je kan hem regels meegeven. Dus wat gaat er gebeuren? Hij gaat in, of hij, zei het, weet ik wel. de computer gaat in no time uh, zijn eigen regels definiëren omdat het maar één doel heeft. En dat is de, het best mogelijke antwoord geven op jouw vraag. Grappig. Ik krijg hele tijd analogieën met zeg maar, hoe de mensen ook werken. Dus net, net had je het over zeg maar, de, de, de kopieën, die, dat, of, de, de, de teksten, zeg maar, die um, um, het, het algoritme zelf gaat schrijven, dat het steeds beter wordt. Dat voelt een beetje een soort van kinderen krijgen van het algoritme. Net Nu vertel je eigenlijk dat zeg maar, de je kan niet de computer zeggen van je moet taal snappen, maar je mag bepaalde woorden. Eigenlijk dingen niet gebruiken. Dat doet me zo erg denken aan het vrije woord van de mensen zeg maar, en vrijheid van meningsuiting. En het belang van taal en het belang van vrijheid van meningsuiting om volledig mens te kunnen zijn. En, ja. je, en dus volledig autonoom te kunnen zijn. En dit systeem heeft dat precies hetzelfde eigenlijk. Ja, natuurlijk. Maar En wat je gaat krijgen nu, want nu wordt er dan in uh, uh, opgeroepen dat het Amerikaanse congres, volgens mij, wacht ik ga eventjes dat artikel erbij pakken, dan kunnen we ook nog een mooie screenshot laten zien. Um, Telegraaf was dat. Mm -hmm. Ik pak het er bij. Misschien dat ik het uh, hier... Een oh, riskante race van digitale breinen die zelfs de makers niet meer snappen. Een soort van klein burgerlijke kutkop van Wouter van Bergen die hier, <laughs> uh, die hier eventjes een klikbeet titel eruit gooit. Het heeft maar gewerkt. Het heeft wel gewerkt. Ik, ik klik erop. Ja, inderdaad. Ja, ik snap het. Maar... Um, uh, hij heeft er tussen uh, aanlangstekens geschreven wat betekent dat het een quote is. En waar gaat het om? Dat uh, een groep mondiale tech-toppers... <laughs> well, het zou fucking Holland zijn. <laughs> dan weet je hoe laat het is. Ja, die slaan, <laughs> ze slaan een alarm in een open brief. Nou ja, dan, uh, dan weet je het wel. En ze roepen dan op van, ja, we hebben nu regels nodig. Um, wat voor regels? Ja, maar dat is het hele ding, weet je. Dit wordt, die, die strijd om die regels is al heel lang bezig, weet je. Van, jij mag niet meer... Hij zeggen tegen de schoolshooter die zich heeft laten ombouwen tot vrouw, weet je, dat soort bullshit. Hmm. Is een poging van om top-down regels over taal af te dwingen. Weet je, in eerste instantie wordt het, wordt het van, nou, het zou goed zijn om rekening te houden met minderheden. En in no time staan er gevangenisstraffen op als jij uh, de schoolshooter uh, uh, dead neemt, bij wijze van spreken. Weet je, zijn, 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 zijn oorspronkelijke zijn naam, ja. zijn jongensnaam gebruikt. Nou. Um, allemaal leuk en aardig, maar um, ik denk niet dat OpenAI heel erg onder de indruk is van het dragement dat het zometeen een boete moet betalen. Hmm. Want het leeft niet in een wereld waarin dat relevant is. Het is geen relevante context. En misschien kunnen ze Sam Altman in de bak gooien, maar om heel eerlijk te zijn, ik denk niet eens dat dat nog iets kan uitmaken. Weet je, deze shit is daar. en... Um, ja, weet je, dit, is, dit gaat niet meer terug. De wereld heeft nu gezien. Je kan gewoon op YouTube kun je video's terugvinden uh, uh, die je uitleggen hoe dit uh, language-based model, hoe dat werkt. Mm -hmm. Weet je, en hoe simpel het eigenlijk is als je het eenmaal snapt. En nu snapt iedereen, want iedereen heeft gezien dat het werkt. Het is gewoon klaar. Het is gewoon, de kennis is daar. Ja. Elon Musk die is een van die uh, brievenschrijvers en um... Ja, maar ook oprichter van open, een van de oprichters van open AI. investeerders. Hij dus ja, heeft 100 miljoen erin gestoken of weet ik het of wat oh, Maar miljoen, dat is, een, is dat dan meer vanuit een zakelijk oogpunt? Of is hij, wat is nu Of is hij echt gedraaid? Weet je dat in zijn mening over AI? Nou, hij wilde input hebben in. Uh, kijk, uh, open AI heeft dit project gestart. als open source mm -hmm. en uh, hij had erin geïnvesteerd zodat het niet zakelijk kon worden uitgebuit. En nu heeft uh, heeft dat toch gedaan. Dus die hebben het, uh, die zijn toch naar, want die hadden meer geld nodig. Uh, ze hadden iets van 100 miljoen nodig. En toen zijn ze toch een, um, uh, ja, een soort privé onderneming gestart waar, waar dat project ingegoten is, om maar aanspraak te kunnen maken op investeerders en venture capitals. Mm. Uh, en vervolgens zit Microsoft erin en weet ik veel. Uh, de, 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 de grote uh, tech-investeerders uit Silicon Valley zitten er nu in. Um, ja, dit is, een, dit is een business die je straks... Uh, dit is niet meer in geld uit te drukken wat dit gaat betekenen. Uh, het is niet meer te stoppen. En ik denk dat Elon Musk zich dat gerealiseerd heeft. En die trekt misschien nog één keer een alarmbel. En die zegt van luister jongens, de wereld gaat fundamenteel veranderen. Tot op het punt dat we zo meteen um, Misschien wel op het punt staan dat je een keuze moet maken in je leven van... Wil je helemaal geen technologie meer? Of wil je gedomineerd worden door technologie? Dat zijn de twee smaken die je straks hebt... En um, ja, ik denk dat hij de, de, daar een punt heeft. Weet je, ik bedoel, dat is wat. Daar streef, stevenen we nu op af. En de uh, computergedreven of technologiegedreven toekomst mm -hmm. is er eentje van. Die is mind-blowing voor mensen. Weet je, mm -hmm. dat, is, dat betekent ruimtereizen. Dat betekent, weet ik veel, dat betekent. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, vergroting van ons bewustzijn op een, in een heel nieuw vlak, op een heel ander Weet je waar heel veel mensen moeite mee hebben om dat te doen buiten technologie om daar gaat technologie dit opeens mogelijk maken? En ja, is dit is het goed of slecht? Weet je, ik, ik denk dat het het gaat alles veranderen, maar ja, is dat goed of slecht? Was de industriële re revolutie goed of slecht? Weet je, ik heb een hekel aan het World Economic Forum en Klaus Schwab. Mm -hmm. En dit is nou precies waar zij het over hebben als ze over de vierde industriële revolutie hebben. Ja. Dit is waar het over gaat en ik. Ja, ik ben het eens. Nu ik het zie, realiseer ik me dat ze gelijk hebben in de impact ervan. Mm -hmm. Ik weet niet of ze, of ze moreel aan de juiste kant staan. Ik weet niet of ze. Uh, um, ik denk het eigenlijk niet. Um, maar, maar het is dit, dit, dit gaat kapot. Ik weet, ik wil je nog een andere anekdote. Ik, ik sprak iemand anders en die, uh, die werkt voor, uh, voor een van de grote techreuzen. En um, ik kan het misschien wel zeggen, die werkt voor Microsoft en die. Um, Um, op een gegeven moment was hij aanwezig bij een, uh, uh, bij, bij een talk van, uh, hoe heet die? Nadella, de, de CEO van Microsoft. En toen werd hem gevraagd: van wat moeten kinderen voor kennis hebben in de toekomst? Weet je, want dit zit er natuurlijk al heel lang aan te komen en iedereen praat erover, maar niemand wist het nog echt. En um, hij zei: van nou, wat echt ontzettend belangrijk is, is dat um, studenten zich bezig gaan houden met ethiek. En dat gebeurt. Weet je, we weten wel wat ethisch handelen of wat ethiek is, maar we weten het niet hoe we het uh, moeten toepassen. Dus, en hij zei, van, ja, dat, ik, en ik vond dat wel een interessant perspectief. Als je kijkt naar de, um, weet je, de progressieve agenda, weet je, de, de inclusiviteit ten koste van, van redelijkheid, uh, zoals ik het noem, weet je, de, 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 de woke agenda. Hij mm -hmm. zegt van eigenlijk is het een, uh, een poging ethiek toe te passen door amateurs. Weet je, het is namelijk volledig op emotie gedreven. En het is niet... Weet je, iedereen, ik vind mezelf een groter slachtoffer dan jij, dus ik heb meer recht op... <laughs> ik bedoel, het is... De, de, de ethische kaart wordt gespeeld, maar hij wordt niet goed gespeeld. Want het is, niet, het is niet onderbouwd. Het is gewoon niet goed. En hij zegt van, ja, we moeten naar een wereld toe waarin ethiek centraal staat. En ook als je uh, dit, soort, um, dit soort algoritmes hebben die kunnen leren... dan moet ze gedreven worden door, door ethiek. Maar hoe dat er precies uitziet, dat is lastig en het is kennis die we nu nodig hebben, mm -hmm. die er niet is. En dat zou wel eens uh, een groot probleem kunnen zijn. En in die zin en echt alleen in die zin, denk ik dat dat weet je, dat Elon Musk en Harari en Klaus Schwab uh, een punt hadden doordat doordat ze eigenlijk aanstuurden op van luister, we gaan naar een wereld toe die straks Volledig oncontroleerbaar is, wat, waarbij de toekomst van de mensheid uit, uit handen van de mens wordt genomen. Willen we dat? Zo nee, dan moeten we alles controleren. Willen we dat wel, dan um, weet ik niet of er ook wel binnen dat scenario vrijheid mogelijk is. En dat is een enge gedachte. Weet je, jij en ik staan erin van: fuck de overheid, fuck de, de regels, weet je, die zijn er om uh, 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 um ons klein te houden. We willen juist vrije mensen zijn. Mm -hmm. En vervolgens ontstaat dit soort technologie waarbinnen het misschien wel helemaal niet meer mogelijk is om in een, in een digitale maatschappij vrij te zijn. Weet je, tenzij je ergens in een soort community gaat wonen waar, waar geen mobiele telefoons en geen computers en niks, mm -hmm. niks, dat zou kunnen. Maar ja, dat ga je straks krijgen. Een soort kleine, uh, uh, hoe noem je dat, een soort van humanistische enclaves waar het echt om menselijk contact gaat. Maar ja, weet je, zou jij daarin gaan wonen? Ik weet het niet. Nee, ik weet niet. Ik moet nu denken aan het filmpje wat ik ook in de show had gezet van die kinderen die gevraagd worden in uh, 1960 hoe ze denken dat het leven in de jaren 2000 er, uh, eruit gaat zien. En ik, het viel me op dat ze zo, ik weet niet, het, het, het kwam echt heel erg intelligent en wel doordacht open. Dat ik denk van, ja, heb je, heb je hier, wat heb je hier van tevoren over gehoord of gelezen, zeg maar, dat je dit zo... Uh, um, zo stel ik weet niet of dat uh, is is dat, is dat te, te laten zien op. Uh... Ja, ik 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 heb nu uh, even kijken, oh daar gaan we um, people will be regarded more as statistics than as actual people. I don't think it's zo be so nice. I think sort of all machines everywhere, everyone doing everything for you, you know, you'll get all bored niet and... I don't think it'll be so nice. en vooral, computers are taking over now. Computers en automation. En in het jaar 2000 just won't there niet enough jobs to go around. En de enige jobs die er zijn, zullen mensen met hoge HQ, you know, hoge IQ, kunnen computers en such dingen werken. En andere mensen zijn gewoon niet have jobs. Er zijn gewoon geen jobs voor hen te hebben. Yeah. Ja. Ik vind het. Het is, is heel anekdotisch natuurlijk. Hè? Ik bedoel, yeah. het is makkelijk om drie quotes te nemen ergens uit het verleden en het toe te passen. Op mm -hmm. het, op, op, op nu, natuurlijk, maar toch is het. Maar, maar ik vind het, zeg maar die, 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 maar, die laatste die refereert aan bepaalde leegte, zeg maar, in de toekomst. Omdat je net alles geautomatiseerd, je doet banen die je niet meer leuk vindt. Een beetje de shirt jobs die je nu ook veel voorbij hoort komen. En het andere artikel, wat ook over e ging, die zei, um, zeg maar, aanvullend op wat je zei, van zijn we nog wel vrij in de toekomst. Dat stelt dat, er dat we misschien niet meer vrij willen zijn, zeg maar. Omdat we nu al eigenlijk heel risico averse gedrag vertonen. Tuurlijk. Dus hoe, ja. hoe makkelijk is het nu zeg maar om in de toekomst te zeggen: van ja, ik, ik stel de vragen en uh, volg de antwoorden van AI op? Uh, ja, en... Mensen kunnen niet eens meer hun telefoon thuis laten liggen. Dan nee. is het gevoel dat ze niet bereikbaar zijn ja. of niet gevonden kunnen worden. Voelen ze, ze zich gewoon <laughs> naakt zonder telefoon? Ja. Wat denk je dat zometeen? Als je letterlijk alles wat je aan uh, ChatGPT vraagt, uh, 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 zeker voor de dagelijkse. Soort van shit, wat je, aanloopt daar krijg je een antwoord op. Wat denk je dat mensen gewend zijn aan? aan die gaan niet meer zonder chat GPT, die, die doen niks meer, die worden volledig mm -hmm. afhankelijk van het algoritme mm -hmm. en het is ook logisch Stel je voor het jaar en van een, ja, een of andere, uh, weet ik wel, voor je werk en van een rapport moet schrijven en je bent daar uh, drie of vier weken mee bezig, of je vraagt chat GPT en die doet het en je doet het in een half uurtje. Weet je, natuurlijk ga je dat gebruiken, mm -hmm. dus het. Ja, nee, we zijn straks volledig afhankelijk hiervan. Dat is onvermijdelijk. En weet je wat, waar ik ook nog om zo zat? Want jij hebt een ander artikel hier uh, uh, ingezet. En dat was, um, uh, die vond ik heel goed. Um, even kijken. Dat ging over um, dat uh, uh, governance yeah. uh, door artificial intelligence, dat dat misschien wel een betere optie is dan wat we nu hebben altmarket.us is dat er, is die website ik ken het niet governments by Artificial Intelligence, the ultimate accounta accountable tyranny um, en ik, ik ik had echt zoiets van ja dit is natuurlijk dit is waar die waar die waar die klaus schwab beweging op afstevend mm -hmm. um, en ik had zoiets van stel je voor hè dat als je nu als je een beetje be politiek bewust, zijn, bewust bent en je kijkt naar wat er gebeurt, al alleen al in Nederland, weet je Ik bedoel, de, de krankzinnigheid van de, van de PvdA'ers, de GroenLinksers en de D66. Die mensen zijn zo losgeweken van alles wat enigszins rationeel sens maakt. Mm -hmm. Ik bedoel, de, 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 de reactie op die coronapandemie. Het is gewoon, ik bedoel. Ja, weet je, we kunnen tot in het oneindige discussiëren of het kwade opzet was of dat het domheid was. Het was die voor niet goed. Maar het was niet <laughs> Laat Ik zou zeggen, dom was het sowieso. Ja. Weet je, of die kwade opzet, weet ik niet, maar dom was het sowieso. En als je dus uh, een, een regering hebt of een overheid hebt, waar het niveau zo laag is, waarin domheid zo regeert, waarin de stomzinnigheid er aan alle hoeken en gaten uitspuit echt. Misschien is hij wel beter, weet je. Mm -hmm. dat is, mijn eerste reactie was echt zoiets van... Alles beter dan deze debielen, yeah. <laughs> weet je. En ik, ik snap ook het gevaar erin. Want ook deze shit is op een of andere manier te manipuleren. Ja, precies. En dat is gewoon het, het, het gevaar, ja. Maar dat, is, maar dat is ook inderdaad het argument van, het, uh, van die schrijver van het artikel. Is dat uh, die wokeness, die we nu ook in ChatGPT terugzien. Dat, dat je moet als dat... In je algoritme zit wat ook uh, beslissingen neemt over het beleid dat je zeg maar, uh, het beste kan gaan uitrollen. Uh, ja, dan heb, je dus, dan heb je dus een probleem. En, ja. en dat was natuurlijk een beetje ook de titel van uh, uh, deze podcast: um, de ai gerenereerde nachtmerrie. Het ging aan de ene kant dus over uh, um, het misschien bijna vanzelfsprekende banenverlies, hadden we gezien Of dat er ja. 300 miljoen banen zijn in. In het gaat en krankzinnig en dat, zijn. dat weet ik niet, maar dat is na dat dat is al gestoord. En dat is namelijk de helft, volgens mij, is een beetje van je misschien wel meer dan de helft van je workforce die dan in Europa nee. Die, volgens in, mij hebben we nou nee, wereldwijd of nee, in het westen. nee. nee dus hij, dat artikel stelde de Verenigde Staten en Europa, dus daar wonen okay. bij elkaar 9 miljoen mensen of zo. Dus dan weet ik veel, hoeveel heb je. Oh, niet eens, denk ik, ja. Nee, misschien nog wel minder. Dus het is echt zo'n gigantisch deel van je workforce die dan inderdaad niet meer. Um, ja, en, de, en wat het vooral is, het is de kennisindustrie. En dat is, ja. weet je, wij zijn weggegaan van, van, van die uh, echte makers, van de ambachten. Ja. Uh, uh, naar die kenniseconomie. En, en die kenniseconomie kan gewoon aan de kant geveegd worden. Ik bedoel, exact, ja. Het enige waar je straks nog werk krijgt, is als je niet in de ai sector werkt uh, en op een of andere manier input levert daarvoor. Uh, is als je loodgieter bent, of boer of uh, Um, ja, weet ik veel. Dat soort. Weet je, als je iets echt produceert bijvoorbeeld, daar is nog vraag naar. Dus even kijken of dat. Uh, is een, in dat eerste artikel staat een hele interessante uh, uh, foto. Ik zal hem eventjes uh, bovenaan de technologie. Uh, Kijk, wat kan. Ja. Staat, er, daar staan, zeg maar, de beroepen gerangschikt van datgene wat niet verloren gaat en datgene wat wel verloren gaat. En het is. Het is hij zegt die impact in Europa en Amerika is zo groot omdat daar vooral die kennisindustrie zit en we die maakbaarheidsindustrie allemaal naar Azië hebben verhuisd. Dus je ziet dat er onevenredig veel mensen zeg maar, hun baan gaan verliezen in, uh, in, in Europa en het Westen. Dit is dan per baan. En dan je ziet naar zie je aan de linkerkant de beroepen die ja, in, in, in het bouwen en het maken, maken zitten. Ja. Uh, blauw is dan uh, zeg maar, uh, 0 tot 10 procent, eigenlijk geen automatie. Lichtblauw is. Tot de helft, zeg maar, uh, aanvullend met, met AI. En uh, grijs betekent gewoon dat het een volledige vervanging is van uh, uh, door AI. Ja, juristen gaan eruit. Jo ja. Ik denk dat dat goed, <laughs> goed dat is, is. Dat is goed nieuws. <laughs> dat is, uh, ja. en, en dus ook inderdaad computer en, uh, en wiskundigen, zeg maar, dat zijn natuurlijk bij uitstek dingen die je helemaal door computer kan laten doen. Uh, juristen gaan er helemaal uit. Uh, en dat is ook administratief werk, maar links naar de maakindustrie. Uh, ja. Uh, helemaal niet ja nee dat uh, uh, ja dus als je nu schoolgaande kinderen hebt uh, ja als je uh, succes in het leven gaat voortaan in de maakindustrie zitten weet ja. je, leer ze hoe ze huizen moeten bouwen loodgieter elektriciens uh, ja dat soort dingen of ja. gewoon ja weet je ik kan me ja <laughs> ik, ik weet ik weet het eerlijk gezegd niet als je dit als je die AI toepast op bijvoorbeeld als je kijkt naar 3D printers ook een techniek die mm -hmm. nog in de kinderschoenen staat weet je ik wil ja אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> Het, het gaat insane zijn, weet je. Je gaat zo meteen ga je hypes krijgen. Bijvoorbeeld ook in de maakindustrie. Van iedereen wil. Stel je voor dat je een paar schoenen kunt uitprinten s ochtends en dat aantrekken. En je, 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 de, 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 Er is een nieuwe rage dat iedereen wil een soort van hele grote blauwe sloffen hebben bij wijze van spreken. Dan, dat gaat online in no time viral mm -hmm. en iedereen print ochtends de, de, de outfit met de nieuwste rage. weet je. Ik bedoel, heb je dan nog modeontwerpers nodig, weet je? Ik bedoel dat, dat. Ja, dat worden ook soort van hobbyisten. Die, ja, en maar, maar het is niet eens, denk ik, alleen met printen. Want het gaat, ik bedoel, als je kijkt naar een, een fabriek waar auto's worden gemaakt, het staat vol met zeg maar rob robots. Ja. Zeg maar, weet je, het is allemaal geautomatiseerd. Dus er wordt door software aangedreven. En ja, het, die. Als je uh, het, niet, ik moet niet denken aan uh, de eerste robotkeuken. Ken je dat? Je hebt ook zo'n zo keuken die hebben twee hetzelfde soort armen zeg maar. Ja. En die uh, daar zit een soort van zit een aantal camera's in. En jij kan dus zelf bijvoorbeeld een keer een recept doen en dat ziet hij dan en dan en dan hij zeg maar jouw. Uh, jouw beweging tijdens het koken, dus dan kookt hij dan kookt die voor. is dus een hele soort van yes. con futuristisch concept, noem je dat concept uh, kitchen uh, ja. van, van. en dan neem jij, heb jij gewoon, dan installeer je de Jamie Oliver plugin en dan kookt hij voor jou een of ander Frans, uh, uh, weet ik veel vier, drie sterren uh, menu. Yeah. Uh, maar dan wel met de insectenburger uh, vlees erin. Uiteraard wilden we ook nu uh, eens uh, uh, We ook sausje ja, erover heen. Maar, maar, ja. maar dat bestaat nu nog niet. Nu is het een soort van... Maar die, maar die robot die, die heeft ook gewoon een input nodig. Uh, en als je daar in dat AI aankoppelt, dan kan je dit soort dingen misschien doen. Dus het is niet alleen met printen, maar volgens mij met alles wat er nu... Geassembleerd wordt, gemaakt wordt. Uh, je kan zelfs die dingen zichzelf laten maken. Maak een arm die dit kan, kan maken. Maar dat, ik zeg het je, dat is de. Uh, en daar zijn we heel dichtbij. Dat, uh, dat die zelflerende algoritmes in staat zijn. om betere zelflerende algoritmes te creëren. En dat is, om je een voorbeeld te geven. Weet je, ik, ik, ik heb een of ander. was een of ander futuristisch artikel over. Uh, het ging over de toekomst van geld. En heel erg, het ging heel erg over schaars geld. Weet je, zo voor Bitcoin bijvoorbeeld. En um, stel je voor dat jij een zelfrijdende, intelligente taxi bent. Weet je, ik bedoel, je, je, je hebt maar één doel uh, en dat is zo efficiënt mogelijk je ritten uitvoeren, zodat je zoveel mogelijk geld kunt verdienen. En jij bent een echte taxichauffeur. En dan moet je concurreren met dat apparaat. Weet mm -hmm. je, wat gewoon 24 uur per dag uh, kan rijden, zelfs een onderhoud efficiënt kan inplannen. Um, uh, en jij moet gewoon slapen. Weet je, je, je wordt eruit geconcureerd. Mm -hmm. Je gaat, ik bedoel, de zelfrijdende uh, uh, intelligente taxi is, is de dood voor de taxi-industrie. Mm -hmm. Weet je, ook voor Uber en iedereen. Dat is gewoon klaar. En dat, ja, ze concurreren eruit. En ze zijn 24 uur aan het aan het verdienen. Dat worden gewoon hele rijke entiteiten die straks in no time, als ook de rechtspraak door je gedreven is, uh, rechten krijgen. En dan, ja, dan krijg je een. Uh, dan krijg je een lelijk dystopische, uh, um, hoe, 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 hoe heet het ook weer, uh, uh, cyberpunk-achtig. Uh, <laughs> uh, cyberpunk is het woord dat ik zocht. Ja. Cyberpunkstroom. Of, of het is, um, maar dat is wat ik ook wel vaak zie bij, um, bij technologische vooruitgang, is dat het ons ontzettend veel welvaart met, uh, meebrengt. Maar aan de ene kant is het, inderdaad wat die juffel noemt, je krijgt een hele grote uh, useless class. Maar je bent niet meer. Unemployed, maar ja. unemployable, zegt hij van. Ja. Nee, het kan ook niet meer, want je hebt niet de vaardigheden geleerd zeg maar, die door AI beter en efficiënter kunnen, ja. kunnen worden. Maar het feit dat als, als er, een, als er een, een taxi is die, wordt ge, ge, wordt, die zeg maar zelfrijdend is, en inderdaad 24 uh, uur per dag door kan gaan, en het is, nou, die software is uiteindelijk een soort van bijna gratis, want dat, dat maakt zichzelf, er zeg maar, zit dus weinig energie ja. in die auto misschien ook wel door die automatische assemblage zeg maar sure. dus de kosten van die, de kosten van zo'n auto zijn daardoor eigenlijk gereduceerd tot bijna zeg maar de de, de grondstofkosten ja. en dat betekent dat 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 en dat, dat zie ik ik ben wel vaker van mij het hoort gebruikt dat ik vroeger bij BCC heb gewerkt en ik zag de eerste platte tv binnenkomen die nog zo breed was zeg maar <laughs> ja, het was niet plat, uh, <laughs> nee en na, na na twee weken zeg maar uit jouw vier in de hoek was ingebrand omdat het ja, gewoon, en het ding Plasma. was 50, ja ja, ja Plasma TV inderdaad het kostte 50.000 uh, euro zeg maar de eerste, de eerste week, dus dat ging heel snel naar beneden. Ja. Maar dat en toen ik daar wegging, zeg maar dat, dat is nu meer te vergelijken wat je ja. nu zeg maar kan kopen. En dat is natuurlijk ook iets wat we wat door de vrije markt en door de technologische vooruitgang zo is. Dus uh -huh. um, het is dingen om te het, het wordt steeds goedkoper om te leven. Dus je moet je hoeft ook niet meer ja. vijf dagen te werken. Dat is de andere kant van het verhaal. Als er heel veel van die basisdiensten soort van geautomatiseerd zijn, ja dan, dan word je dus gewoon voorzien. Ja. En dan hoef je dus ook niet zoveel uh, te werken als nu. Wat denk ik alleen maar uh, goed is, gezien ik het met, met dat laatste meisje eens ben, dat heel veel mensen gewoon boord ouder mind zijn in, in de beroepen die ze, die ja, ze hebben. En tuurlijk, ja, Dus de, ik, ja, het is. Ik, ik denk dat, het, ik denk dat het, uh, het. Maar weet je wat, het, wat waar ik dan stiekem een heel klein beetje blij van word? Hè? Klinkt stom, maar stel je voor, je zit in een vliegtuig en het stort neer. En je ziet soort van in de business class hier zie je het kaag zeggen zitten dat je toch nog helftjes net voordat je de grond raakt een glimlach hebt <laughs> in ieder geval dat uh, nou, is dat is heel donker maar de 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 amsterdamse grachtengordelklasse, yeah. die gaat echt die gaat daar gaat een daar gaat een sloopkogel doorheen zo meteen, mm -hmm. door dit door deze technologie want het is exact die weet je die die universitaire uh, uh, klasse weet je die die bij wijze van spreken de top van de kenniseconomie het gaat gewoon het verdampt want hun kennis is niet meer bijzonder hun, uh, hun morele uh, uh, hoe noem je dat uh, 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 ja wat zoek ik uh, 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 wat we, wat ze toevoegen aan de maatschappij is eigenlijk is is is, ja, dat is wisselgeld geworden. Weet je? Mm. Het maakt niet meer uit. Het is al bedacht en ja, het maakt niet meer uit. De, je bedoelt dan de nutteloze managementklassen of wat? Uh... Precies dat. Ja. ja. De overheid. Ik bedoel, wij, wij maken Mij altijd grappen dat de, uh, dat de overheid niks produceert, niks mm. toevoegt en eigenlijk ook niks kan. Het zijn een soort chronische arbeidsongeschikte. Mm. En, dat, <laughs> en dat gaan we nu in de praktijk zien, weet je. Dat, uh, ja. Ik zat nog te denken, ik heb echt duizend, elke, duizend lijntjes als we aan het praten zijn, uh, wat ik nog achteraan kan gaan. Eentje waar ik aan moest denken was toen we het over Elon Musk hadden en um, zijn waarschuwing is dat hij een tijdje geleden keek naar een, een of andere game waarbij zeg maar, de wereld ook een soort van gegenereerd werd op het moment dat je er doorheen bewoog. Ja. En hij is toen een soort van gaan uh, geloven. Uh, door dat te zien van oh maar nu geloof ik dat wij dat wij eigenlijk zelf ook in een simulatie leven dus dat we wat we nu zeg maar meemaken eigenlijk al een keer hebben meegemaakt en dat die AI dus zeg maar een soort van nou, de wereld heeft gecreëerd die we, nu, ja. die we nu ervaren door weet ik veel wat voor een interface dat uh, dat aan ja. het doen zijn uh, ja ik weet niet of je uh, dat volgt maar dit jaar uh, is de Nobelprijs voor de natuurkunde uitgereikt aan Greta Thunberg wat he? aan Greta Nee, 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 zeker niet. Nee, nee drie, uh, drie natuurkundigen um, die zich bezighouden met onderzoek in, in quantum field uh, theorie. En zij: um, Ja, als ik geweten had dat we die over gingen hebben, uh, had ik het eventjes uh, geresearched. En als je ChatGPT vraagt, die heeft het nog niet paraat, helaas. Um, maar wat ze eigenlijk uh, doen, is dat ze de theorie van Donald Hoffman, uh, namelijk de, de zijn case against reality, mm -hmm. dat ruimte en tijd niet passen uh, binnen uh, eigenlijk door ons mensen gecreëerd zijn. Mm -hmm. um, en niet werkelijk niet werkelijkheid zijn. En dat is een beetje een rare gedachte, omdat je, je kijkt om je heen en je ziet van alles. Uh, maar binnen de quantum uh, um, theorie, quantum field theory, bestaat het niet. En uh, Donald Hoffman was een van de eersten die er een boek over schreef. En die zei van, hé, laten we het omdraaien. Als het niet kan binnen quantum field theorie, misschien bestaat het dan ook niet. In plaats van dat we altijd zeggen van, nee, maar uh, als quantum field theorie niet ruimte en tijd kan verklaren, misschien klopt quantum field theorie niet. En hij is dat gaan omdraaien en is die theorie gaan uitwerken. En ik denk eerlijk gezegd dat hij daar echt iets op het spoor is. En dat... Um, ja, het zou heel goed kunnen dat uh, de, de, de realiteit zoals wij die ervaren door onszelf gecreëerd wordt. Mm. Hoe dat precies werkt, niet helemaal duidelijk. Maar waarom dat zo werkt, wordt verklaard door Donald Hoffman. Die zegt van ja, we hebben deze uh, realiteit gecreëerd omdat het ons uh, als energiewezens uh, de beste kans op, op voortplanting en op overleving geeft. Um, Goed, er zit iets in in de kwantumtheorie wat heel en dat is die, uh, die double slit theory. nee, nee mm -hmm. die, die staat, waar, weet je, uh, dingen kunnen tegelijkertijd ja, één, ja dat. Dat is de, double, de double slit theory. Nou, dus dat ze hebben een experiment gedaan waarbij ze materie afvuurden op een op een uh, scherm eigenlijk met twee um, uh, gleuven erin. Ja. En op het moment dat zeg maar dat ze dat niet uh, maar wat ze zagen aan de achterkant, uh, zeg maar, um, was een patroon wat leek juist dat het, dat het om energie ging in plaats van materie. Okay. Dus, en zeggen, hoe kan dat nou Nou, we zijn toch materend afvuren op die muur. Maar op, zeg maar, op het, op het de achter, achtervang van die muur, wat we zeg maar, aan, het, aan het meten zijn, mm -hmm. meten we energiegolven. Zeg maar. yeah. Dus in plaats van dat het materie is: dus energie, dat kan niet. Hoe kan dat? Wat gebeurt er bij die geloof? Dus we gaan daar nu we gaan het observeren. En even vanuit gaan dat ze dat zeg maar, zonder interferentie hebben gedaan, zodat ze gewoon zuiver gingen meten en niet met de test anderzijds iets hebben geknoeid. Op het moment dat ze gingen observeren... veranderde het weer in materie. Was zeg maar de werd de achterkant en ik weer materie. Ja. Dus het leek, zeiden ze, alsof onze... onze perceptie, ons bewustzijn... On, nee, onze waarneming... Ja. de realiteit beïnvloedde. Alleen onze waarneming. Ja. En dat, dat dacht ik moest, ik, toen je dat zei, moest ik ook meteen aan die, dat experiment ja, dat denken. Is, dat is, is mindblowing. En dat is, <laughs> ik bedoel, Het schijnt toeval dat we. We hebben het op meerdere afleveringen hebben het over, uh, over, over, deze, uh, over dit onderwerp gehad. Mm -hmm. En het, is, want het, het, het raakt namelijk die vraag die wij steeds hier soort van onzichtbaar op tafel hebben rondzweven. En dat is: wat is werkelijkheid? Wat is waar? Wat is echt? Mm -hmm. En um, je hebt kans dat het enige wat echt is, is. Is wiskunde of is energie, mm. weet je, en dat de rest is allemaal soort van die, hoe moet die, die, die flux staat, waarin het of nul of één is, totdat je er naar kijkt en dan wordt het één of nul. Mm -hmm. Dus op het moment dat wij het zien, materialiseert het. Precies wat jij zegt, inderdaad. En dat, uh, ja, dat zou kunnen, dat dat zo is. En dan is de vraag van ja, weet je, zit ik hier te praten voor een, <laughs> voor, een voor een volledig door mijn eigen AI gegenereerd publiek. En ben jij niet echt en is niemand niet echt en ben ik ook maar een soort van, van computerprogramma wat aan het uh, fantaseren is of is deze realiteit echt? Ja, je wordt, je wordt helemaal krankzinnig. Maar dat idee heb ik dus ook nog uh, over realiteit en creativiteit waar we mee begonnen, zeg maar, is dat ik heel vaak het idee heb dat zeg maar waar de wereld naartoe gaat ook een soort van achter onze fantasie creativiteit aanloopt. Ja. Dus dat het dat het dat het dat het een soort van hoeveel films hebben we niet gezien over waar we nu over praten zeg maar weet Precies. Je, hoeveel films je, je hebt je hebt een keer heb een keer zo'n zo'n um, movie timeline laten zien weet, ken je dat zeg maar een, dan zie je allemaal films die gemaakt zijn door de jaren heen je met allemaal een soort van futuristic waar ze ook wanneer ze ook gemaakt zijn dan een soort van toekomstbeeld schetsen En dat kon dan tien jaar vooruit leggen honderd jaar vooruit leggen dus ja. het, weet je het um, maar het was allemaal films uh, die um, en een beeld van de toekomst schetsen. En dan zie je in die tijdlijnen staat van waar zitten wij nu ergens? Weet je ja. wel. En we, we lijken gewoon die filmtijdlijnen een soort van af te lopen. Ja. En, dat je, en dat je elke keer weer een stap verder komt bij datgene wat we eerder dan een keer uh, bedacht hebben. Ik ben, nog, ik ben altijd wel fan van, van science fiction geweest en Star Trek gekeken. En die dingen zoals zo'n. Het aandrijven ze daar gebruiken, zo'n plasma Dat zijn, dat zijn ja. dingen waar ze nu over of aan de eject De plasma Ja, kom. maar dat <laughs> zijn dat. En ik zag dan een tijd geleden dat dat, iets, dat, dat is iets wat ze aan het overwegen zijn. Zeg maar ze mee bezig zijn, Waar ze ja. over aan het experimenteren zijn. En die, die hele fusion reactor dat gaat ook met plasma, zeg maar. Dus het is misschien, is, ja, ik weet niet. Het, het, er zit een soort van. Ik, ik mag het je nog daarover, hè, over die plasma-con. Ja, ik heb uh, uh, mijn oudste zoon die moest, uh, die heeft een soort science-project op school. Mm -hmm. weet je? En natuurlijk moet dat weer een van de woke bullshit zijn. <laughs> weet je? Dat, uh, dus het ging over klimaatverandering. En uh, hij had een, uh, hij heeft een abonnement op zo'n, zo ik ga geen reclame maken, maar zo'n beetje zo'n populair wetenschappelijk mm -hmm. uh, kindermagazine. En dan had hij gelezen over, uh, over kernfusie. En hij was dat aan de hand van ChatGPT gaan onderzoeken. En uh, op een gegeven moment, uh, hij was echt nou, twee, drie uur lang was hij gewoon. Uh, was het stil. Weet je, en ik ben altijd, als kinderen stil zijn, dan gaan we mijn alarmbellen af. Want meestal wordt er iets gesloopt. Maar, uh, maar nee, hij zat helemaal uh, geobsedeerd, was hij bezig uh, uh, te leren over wat. Uh, um, uh, en ik ga het niet eens goed uitleggen. Het was insane. Hij begon opeens uit te leggen wat de, wat de hedendaagse uh, 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 alternatieven zijn voor. Um, uh, uh, kernenergie. Dus we hebben nu uh, onze kerncentrales worden door kernsplitsing. Uh, uh, en daar komt, dat kan alleen maar onder om bepaalde omstandigheid. Uh, als die splitsing eenmaal plaatsvindt, dan kun je hem niet meer stoppen. Dat is waarom je die meltdown situaties krijgt, als dat misgaat in zo'n centrale. Maar hij zegt, van, ja, de, de, um, uh, we gaan naar een, 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 een technologie toe, waarbij die energievoorziening voortkomt uit, uit kern, um, uh, kernfusie. En die, die versmelting van die kernen die Ontstaat onder bepaalde voorwaarden. Ze dus kunnen dat nu met lasers doen. Dus moet een bepaalde druk en een bepaalde temperatuur hebben. Dat heb ik van mijn zoon geleerd: hè, van 11. <laughs> uh, dus, dus dan kun je dat. Um, uh, uh, dus je, je moet dan padden. En als dan bijvoorbeeld als er iets misgaat, stel je voor de, de. de. de valt een laser uit of zo. dan. dan uh, die dan koelt het. die te, temperatuur af. En dan kan die versmelting niet meer plaatsvinden. Dus je hebt geen. Um, uh, je hebt geen en je hebt geen nucleair. Nucle uh, nucleaire afvalproduct. Maar je hebt ook geen risico meltdowns, omdat je zodra de omstandigheden waarbinnen die kernversmelting uh, plaatsvindt wegvallen, bijvoorbeeld de druk of de temperatuur, dan stopt het hele proces. Dus dan is er niks meer aan de hand. Dus er is en geen straling, geen kernafval en geen, geen meltdown gevaar mm -hmm. meer. Dus het uh, de perfecte, schone, mm -hmm. uh, abundant energy, waar wij het altijd over hebben, weet je, dat is daar. Yeah. En hij zit dat te doen met ChatGPT, weet je, en ik heb echt zoiets van. Mijn god. Weet je? Ik bedoel, ik, hoe krijg je het voor elkaar? En had dan ook nog had hij in, in uh, Scratch, Scratch is een soort um, uh, programmeertaal voor kinderen, een programmeertool voor kinderen, eigenlijk waarbij mm -hmm. je visueel programma's kunt maken, had hij een simulatie gebouwd van hoe zo'n reactor eruit ziet en hoe dat, uh, dat versmeltingsproces plaatsvond. En ik zei, weet je, ik had echt zoiets van, dit is, dit is, ik bedoel, hij is een slimme kerel. Weet je daar niet van? Maar ik had echt zoiets van, ik, alsof ik, ik bedoel, ik. 10 minuten eerder hadden we het nog over dat hij geen zin had om, uh, weet ik veel, zijn kamer op te ruimen. Ik zeg maar wat, weet je. En opeens begint hij, begint hij meer uit Can't te leggen. Dat, te ja, wat <laughs> <we>, Precies. Het <laughs> is fucking hel, weet je. Maar maar GPT doet dat, weet je. Omdat het gewoon met alle geduld van het wereld legt, het je uit hoe iets werkt. En als je het niet snapt, dan zeg je al van leg uit waarom dit niet zo is. En oh ja, waarom is er dan geen, uh, uh, geen kans op uh, weet ik veel op, op een meldamvot? Waarom is er geen kans op een meld Hop. En dan legt het je uit en dan laat je het voorspreken. en dan lig als een, als de meest geduldige leraar in de wereld hmm. is het je gewoon aan het uitleggen hoe het werkt. En als je iets niet snapt, dan vraag je het nog een keertje en dan legt het je nog een keer. Ik zat er te kijken, het is <laughs> for fuck, weet je, waar hebben we nog school voor nodig? Dit is bizar. Dat ja, is ja, geweldig, vet. Ja, echt supervet. Nou. Maar wat, wat denk je dan conclusie? Um... Uh, Doomsday of um ik, ik denk dat het is, een, het is zoals elke technologie, het is een tool. En het kan gebruikt worden voor positief, voor positiviteit en negativiteit. En ik denk dat we als Nederlanders, maar als, 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 als wereldburgers ervan uit kunnen gaan... dat het absoluut gebruikt wordt voor iets slechts. Voor oorlog, voor ellende, voor onderdrukking, voor het afnemen van vrijheid. Dat gaat gebeuren. En daar moeten we ons tegen of uh, eigenlijk op voorbereiden. En dat vind ik heel goed dat bijvoorbeeld Elon Musk dat doet en daarbij bezig is. Aan de andere kant, het is ook een tool die... Je, de mensheid in staat stelt om exponentieel snel kennis te delen met elkaar en um, ja, onze effectiviteit te vergroten. En dat um, ja, het zal het is een van de vele transities die we doormaken. Um, ja, Ik, 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 ik denk dat, dat het is hoe het uitpakt, we gaan het zien, maar het, het, wordt, uh, het wordt wel echt een stormachtige periode, hmm. denk ik. Ik ben, ik ben, ik ben, ik was al enthousiast, ik ben nog enthousiaster. Ik, uh, ja, ik stiekem ook wel. Ja, ik wil, van, ik wil eigenlijk wel. Ik zou bijna gewoon. Ik denk dat het lastig is, misschien, maar een soort van. Ik wil zo'n ding, zo'n language model zelf bouwen of laten bouwen of iets ermee doen. En ik weet niet, ik weet niet. Ik wil, ik, wil, ik zie helemaal grote dingen. Ik nou, maar, het, het ligt, de technologie ligt aan je voeten. Ja. Ik, 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 voor mij doet dit nog het meeste. Uh, komt het nog? Uh, het, ik voel me zoals ik me voelde toen ik Bado's voor het eerst ontdekte dat ik zoiets had van wow ik heb toegang tot een hele nieuwe dimensie dit is ja, fantastisch ja. weet je en uh, en misschien dat hebben nu weer... Weer bij elkaar ja misschien wel ja dat maar ik, misschien, ja. Zie je, misschien is het een blikje achter de schermen van de van de realiteit beide sick Hé, hey um... We zitten op een uur en zeven minuten, zie ik. Ik denk dat deze aflevering van Vivo Valentine uh, zo ongeveer tot zijn einde komt. Uh, wij gaan door in Vivo Valentine, Vivo Valentine Extra op vivovalentine.com. Voor alle tribe members, uh, support ons, word tribe member. We gaan het zo meteen hebben in de extra aflevering van Vivo Valentine. Um, over de, uh, hoe heet die ook weer precies? De Fake Internet uh, Theorie, wat was het? De Dead Internet Theory. De The Dead Internet uh, Theory. En uh, dat uh, gaat erover dat eigenlijk het hele internet gedomineerd wordt door bots en AI. En dat uh, uh, is een krankzinnige theorie die best wel hout snijdt. Maar daar gaan we het over hebben in de extra aflevering van deze 101 ste afleiding van Viva Valentine. We zien je zometeen op vivavalentine.com.